Goeiedag, mijn naam is Roland, Roland Tang en namens de Root Community Own Your Life heet ik je van harte welkom bij Root Quickie nummer 3 alweer. Root Quickie nummer 3 waarin we het gaan hebben over hoe kan ik mijn Root Prime Subscription, mijn Root Loyaliteitsprogramma, hoe kan ik dat activeren via mijn eigen back office. In Root Quickie nummer 1 en 2 hebben we het al gehad over wat zijn de voordelen en waarom zou je dit moeten doen. Maar hoe kan je het doen, gaan we nu laten zien, behandelen. Daarvoor zal ik een ander scherm delen. Ik ben zo weer bij je terug. Goed, zoals je ziet zijn we inmiddels via de rootbrand.com in ons eigen back-office, in onze eigen website gekomen. Ik heb de taal veranderd naar het Nederlands. Je kan hem vertalen in allerlei andere talen, maar voor het gemak hebben we hem nu naar het Nederlands gezet. We beginnen om de Root Prime Subscription in te stellen. We gaan naar de winkel. We gaan onze eerste order doen. Dus althans onze eerste Root Prime Subscription in gaan stellen. Daarvoor zeggen we van, oké, we voegen bijvoorbeeld een clean slate, schone lijn, hoe het hier vertaald is, toe aan onze Root Prime subscription. Je kan het ook toevoegen aan je winkelwagentje. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat je iets bij Coolblue, bol.com, Amazon bestelt. Je stopt het in je winkelwagentje, je betaalt het en het wordt meteen geleverd. Binnen een aantal dagen heb je het bij je thuis. Bij Root Prime is dat iets anders. Dan bepaal je jezelf op welke dag van de maand dat product bij jou toe gaat komen. En daar kom ik zo meteen nog even op terug. We gaan het toevoegen aan Root Prime. Het brengt ons naar de pagina van de Root Prime. Dat zie je hier ook aan de linkerkant van je scherm. En er staat hier dat het nog niet actief is. Nou, er staat een hele uitleg, er staan een aantal filmpjes, die kan je zien, maar in principe kan je als je Root de quickies 1 en 2 gezien hebt, dan weet je het ook al. We kunnen ook nog items toevoegen als we willen, hè, als we zeggen van nou, ik wil eigenlijk toch nog een product extra bij mijn Prime abonnement, dat kan allemaal, hè, voeg een item toe, je kan het ook eraf halen door gewoon hier op het kruisje te klikken en dan gaat het product uit jouw Root Prime abonnement. Even een waarschuwing, geef het systeem wel de tijd om het te verwerken. Ga niet onnodig lang en op dezelfde manier gaan klikken, want dan kan het systeem in de war raken en gaat je hele Root Prime in de war. Okay. We hebben het aantal, dat kunnen we ook nog opgeven. Willen we er 1 of 2 of 3 of 4? Oké, goed. We hebben hem nu toegevoegd op 31 augustus, dat is de datum van vandaag. Het facturatie en het verzendingsadres. En dat kan je ook nog bewerken. En dan het verschil wat ik net al zei, van dat je als je hem in je winkelwagentje stopt, wordt het eigenlijk dezelfde dag verwerkt. Dat gaat met Root Prime niet. Dat is minimaal 1 volgende dag. Dus vandaag en dan wordt het morgen. Gaat het verwerkt worden, verstuurd worden en dan heb je het binnen 3 tot 5 werkdagen normaal gesproken bij je thuis. Zeg je nou van nou nee, ik wil dat eigenlijk op een andere datum elke maand, dan kan je dat gerust doen. Je klikt er eventjes op en dan kan je het gewoon instellen. Bijvoorbeeld, ik wil het pas 30 september. En dan klik je dat en dan wordt het pas verwerkt op 30 september. Doe jezelf nou een plezier en ga niet steeds spelen met die datum. Want daarmee maak je het systeem en jezelf onnodig moeilijk en heb je kans dat er fouten gaan gebeuren in het systeem en dergelijke. Dus heb je eenmaal een datum gekozen, hou je daar dan ook even bij. Oké, goed. We zeggen gewoon dat we het op morgen willen. Dan kan je, als jij een bedrag in jouw back-office hebt van bonussen of wat dan ook, kan je dat bedrag gebruiken. Dat gaat automatisch. Zet dan wel het bedrag erin wat je wil dat er gebruikt. Beter nog, zet gewoon een maximaal bedrag erin wat je wil gaan gebruiken. Laten we zeggen 500. Ho. En dan moet je hier naar dit ook even kijken. Dus we zeggen 500. Nou,
Dat neemt u natuurlijk niet, want er zit maximaal maar 27 euro in. Oké, okay, dus dat bedrag gaan we nu dan erin zetten. Het maximaal te gebruiken bedrag. Ja? Dat kan je natuurlijk wel aanpassen. Dus heb jij meer geld in jouw back-office, dan gaat dat bedrag hoger kan dat worden natuurlijk. En op die manier kan je het gewoon gratis je product krijgen. Op zich heb je, als je geen geld in je back-office hebt, is niet erg. Want je moet ten alle tijde een creditcard of een PayPal-account invoegen. Oké, okay, ik zal nu even een creditcard invoegen voor hier. Daarvoor zal ik heel even de opname stoppen. En dan ben ik zo weer bij je terug en dan zullen we verder gaan. Goed. Heb je je creditcardnummer ingevoerd of je PayPal accountgegevens? Klik dan even hier dit vakje aan en zeg aanmelden. Dat duurt eventjes. Laat dus het systeem gewoon even zijn ding doen. En dan zal je zien dat het gelukt is. Oké. Okay. Het systeem zegt nu gefeliciteerd en bedankt voor het registreren als Root Prime lid. En wat we zien is dat als we nu naar Root Prime gaan. En dat is belangrijk om dat even te controleren. Dan zal je zien dat er hier nu Root Prime Active staat. Ja, de datum dat het gecreëerd is en de processing datum, dat is de datum van morgen dan, van de volgende dag, maar dat is een datum die je altijd kan kiezen. Ja. Wil je annuleren, dan is het heel eenvoudig. Op de rode knop drukken en dan is dat gebeurd. Dus op deze manier heb jij heel eenvoudig korting. Bij de eerste bestelling betaal je $11,95, maar bij de volgende bestellingen vervalt dat bedrag. Wat je ook ziet, het bedrag wat er in de wallet zat, in de portemonnee zat, is er van afgetrokken. Dus in totaal blijft er een bedrag over van $57,31. Verder heb ik het creditcardnummer ingevuld, dus altijd kan Root het geld van de creditcard afhalen. Dit was het voor zover hoe stel je je Root Prime in. Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op met het contactpersoon van Root. Met jouw contactpersoon. En anders kan je altijd vragen stellen in de diverse social media groepen. Weet je niet welke groep dat is, dan vraag dat ook even aan je Root contactpersoon. Dan zal die jou daaraan toevoegen. Voor nu dank ik je voor je aandacht en ik hoop je snel te zien. Bye-bye.